en preek van Samuel Rutherford uit de serie Avondmaalspreken. Deze preek werd gehouden in Kirkcudbright in Galloway op een dankdag. Openbaring 19, vers 11 tot en met 14. En ik zag de hemel geopend, en ziet een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. En hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid. Christus wordt hier gebracht als overwinnend te paard, en zijn legers volgen hem op witte paarden. Hier wordt Christus heerlijk ontdekt, ten eerste vanwege zijn overwinning, te paard, ten tweede vanwege zijn soort, getrouw en waarachtig, ten derde vanwege zijn gerechtigheid in regering, ten vierde vanwege zijn hoofd, zijn ogen, zijn naam, zijn kledij, zijn gevolg, zijn kracht van het zwaard en zijn verheven naam, koning der koningen, etc., die hier allemaal worden voorgesteld. Voordat Johannes ooit de overwinning van Christus over de antichrist ziet, ziet hij de hemel geopend, wat hem een nieuwe openbaring laat zien. Want doordat God de deur opent en een hemelse blik geeft met nieuw licht, geloven we nooit met zekerheid dat Christus de strijd zal winnen. Als Gods deur gesloten is en onze ogen verduisterd, denken we dat we Christus te voet zien gaan, vervolgd en verbannen, en dat hem het slechtste wordt aangedaan. Dan beginnen we slap te worden en sterven we en werpen we ons vertrouwen weg, net als Elia deed. Maar we hebben geloof en hoop als er een raam wordt geopend in de hemel om ons licht te geven. Maar tot dan is het geen wonder dat de heiligen hun geloof hebben om te zoeken. David zei, één deze dagen zal ik vallen in de hand van Saul. En toch had hij de belofte dat hij zou leven en koning worden. Hij had toen veel ervaringen. Hoe komt het dan dat hij in de duisternis was? Hier is één reden. God had de deur gesloten. We denken niet meer aan onze problemen als we in het begin door geloof en hoop komen aan de deur van onze koning te openen. Om in te gaan tot hem, om te verblijven met wijnflessen en getroost te worden met appels. Nee, maar God zal ervoor zorgen dat zijn kinderen komen en zwoegen en huilen en wachten op een open deur. En toch geloven ze, al weten ze het niet. Ze wachten voor geloof, hoewel ze het niet weten. En hoewel ze denken dat ze niet geloven, toch is dat geloven voor een van zijn kinderen. En daarom, hoewel onze Heer een goed huis heeft, worden zijn kinderen toch toegelaten om 24 uur te slapen en rouwen om brood. God houdt van een hongerig kind dat altijd huilt om brood. Nee, ik zeg dat het meer glorie is voor God om een tijd te kloppen aan een gesloten deur dan als de deur dag en nacht geopend was voor ons. We zien niet dat honger vaak beter voor ons is dan een volle maag. In honger zoeken we en huilen we, en dat behaagt God. Maar als we vol zijn, kunnen we ons neerleggen in de zon en in slaap vallen. En ziet, een wit paard, en die op hetzelfde zat, was genaamd getrouw en waarachtig. Openbaring 19, vers 11b. Hier hebben we een heerlijke beschrijving van Christus, net als in Hooglied 3, vers 10, Colossens 1, vers 15 en Openbaring 3, vers 14. En waarvoor is dit alles? Ik denk dat het een plaatsen van Christus is op de vrijmarkt, en aanbevelen van hem als hoogstwaardig om te kopen. Wat denkt u van hem? Is hij niet een liefelijke, een zoet en uitnemend persoon? Zag u ooit iemand als zoals hij? Ik zal hierover spreken en over het gevolg, en zal u beide samen laten zien. Waar is Christus? Hij is overwinnend op een wit paard, en de heiligen, zijn legers, achter zijn rug, volgen hem op de ruggen van witte paarden. Hier is inderdaad een vrij gezelschap van ruiters, allen in het wit. Hier zijn allen in een gewaad. Christus is de kapitein of kolonel en al zijn gezelschap zijn legers met hem. Christus en al zijn uitverkorenen zijn samen een vrij gezelschap en een erg bevoorrecht schouwspel. En ik zag en ziet, het lam stond op de berg Sion en met hem 144.000 hebben de naam zijns vaders geschreven aan hun voorhoofden. Openbaring 14 vers 1. Ziet ik en de kinderen die mij de Heere gegeven heeft. Jesaja 8 vers 18. Ik denk dat hij zou zeggen, zijn niet ik en mijn kinderen een aangenaam schouwspel? Oordeelt u dan wat een aanblik het zal zijn op de laatste dag, wanneer Christus zijn rechtbank beëindigd heeft en de heiligen hem ontmoet hebben in de lucht. Hij en zij zullen samen teruggaan naar de hemel
En hij zal binnenkomen bij de deur met zulke majesteit. En al de eerstgeborenen, de prachtige familie, de volheid van de uitverkorenen, naties, tongen, talen en mensen, die niemand tellen kan, achter zijn rug. Ieder van hen zo prachtig als de zon. En hij zal ze voorstellen als een geschenk aan de Vader. Na deze zag ik en ziet een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen, en palmtakken waren in hun handen. Openbaring 7 vers 9. Hij die onder hen is, zal dan inderdaad een gelukkig mens zijn, want dat moet voor altijd een gelukkige samenkomst zijn, wanneer wij de bruidegom zullen ontmoeten. Dit witte paard dat Christus bereidt, leert niets anders dan dat hij overwint in zichzelf en in zijn zaak en waarheid. Hij reed door de dood en hel en werd nooit van het zadel afgeworpen. Nee, aan het kruis en de overheden en de machten uitgetogen hebbende, heeft hij die in het openbaar tentoongesteld en heeft door hetzelfde over hen getriomfeerd. Colossenzen 2 vers 15. En die leef en ik ben dood geweest. En zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels der hel en des doods. Openbaring 1, vers 18. Hier rijdt Christus over dood en hel op zijn overwinningspaard en verbreekt de cipiers en neemt de sleutels van de gevangenis met zich mee. En zit hij niet dagelijks op dit paard? Heeft hij niet als een overwinnende heer gereden door Duitsland en veiligheid geworpen op het gezicht van het beest en de valse profeet? U zult zeggen, Christus verliest soms een strijd. Ik geef u toe dat Christus' paard soms lijkt te struikelen en op zijn knieën ligt, maar hij valt niet. Nee, zelfs wanneer de vrouw wordt opgejaagd door de draak naar de wildernis, houdt Christus het zadel en de teugels vast. De duivel kan hem niet op de breedte van zijn rug leggen en zijn paard van hem afnemen. Het paard leek een stap in het slik te verliezen toen Christus uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En toen de kerk in ballingschap was, bij de rivier van Babylon, huilend als een arme, dwaze gevangene. Maar geloof mij, Christus zal de wedloop winnen en zal het goud behalen en wij zullen een deel ervan krijgen. Christus in zijn leden zal een val oplopen, maar hij zal opstaan en het veld winnen. Wat u ook zal zeggen, hij zal nog rijden in Schotland en de wedloop winnen. Weet u wat hij heeft gezegd? 2 Korinthe 4 vers 9. Vervolgd, toch niet daarin verlaten, nedergeworpen, toch niet verdorven. Getrouw en waarachtig. Openbaring 19 vers 11b. Zo wordt hij de getrouwe en waarachtige getuige genoemd, de Amen. Wie de waarheid sprak tussen God en ons alles vertelde wat hij hoorde van de Vader. En deze benamingen krijgt de Heer Jezus, omdat alle beloften van God aan ons gemaakt zijn verbonden aan Christus. Zoals zoveel verbonden die God ons heeft gegeven in het evangelie. Christus zegt, die mijn woord hoort en gelooft hem, die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. Die mij lief heeft, zal van mijn Vader geliefd worden, en ik zal hem lief hebben, en ik zal mijzelf aan hem openbaren. Johannes 5, vers 24. Johannes 14, vers 21. Christus' naam staat in alle verbonden, in al de onderhandelingen tussen God en ons. Christus is een ja, en hij is een garantie, niet alleen voor ons, maar met ons, want God daagde hem voor onze schuld. En hij, als getrouw en waarachtig, antwoordde zonder ontwijking en was heel eerlijk in de belofte aan zijn Vader. Hij is, om het zo te zeggen, Gods garantie voor ons. Hij heeft het op zich genomen dat God waarachtig zal blijven aan ons. Dit is een punt wat door ons niet overwogen wordt zoals het zou moeten. Want er is geen belofte gemaakt aan de ware gelovigen, of hij mag wettelijk Christus hierom aanvechten. Al is het de wet van het nieuwe verbond. Maar in deze goede betekenis is Christus Gods schuldenaar en is hij onze schuldenaar geworden. Ja, Christus is gebonden in de stoel van de middelaar en de ambten met sterke spijkers en ijzeren wiggen aan beide zijden. God heeft hem gebonden door de wet, want de Heere Heere helpt mij, daarom word ik niet te schande. Daarom heb ik mijn aangezicht gesteld als een keisteen, want ik weet dat ik niet zal beschaamd worden. Daar zegt Christus, ik ben gebonden, maar ik heb hoop dat ik niet zal sterven in mijn banden. Ik zal waarachtig zijn bij de tot God en mensen.
Ik hoop dat ik geen schaamte zal hebben van mijn handwerk. We doen Christus erg veel onrecht aan als we niet geloven. Nee, u zegt dat u nog niet durft te geloven. U zegt dat u twijfelt. Weet u wat u zegt wanneer u dat zegt? U zegt zelfs, ik ben bang dat Christus me oplicht. Ik vrees dat Christus een valse beloftemaker is. Ik zeg dat het verkeerd is om een leugen te geloven van een eerlijk mens. Want u die de beloftes niet wil geloven, u zegt dat de Heer Jezus Christus niets meer dan een dubbele misleider is. Die God niet gelooft, heeft hem tot een leugenaar gemaakt. 1 Johannes 5, vers 10. Nu, wanneer de tekst zegt dat Christus getrouw en waarachtig is, is dit de brede verzegeling van de koning voor uw zaligheid. En hoe waarachtig Christus is, des te beter is het voor u. Want wanneer in het oordeel uw zaligheid wordt bevraagd en uw zonden in rekening worden gebracht, of ze voldaan zijn of niet, zult u een gemakkelijke weg zien. Zegt u, Heere, vraag het Christus, de getrouwe getuigen, of ze niet zijn weggenomen. Christus is een van de gezworen mannen, als ik zo mag spreken, op zijn geweten voor het vrijspreken van u. En hij is getrouw en waarachtig, en zal de waarheid vertellen. En zal Christus ontkend worden, met wat voor geesteling, zwepen en slagen hij voor u geleden heeft? Nee, we hebben inderdaad, denk ik, een vesting van zaligheid, wanneer we het overgedragen hebben aan Christus, de getrouwe en waarachtige. Het is veel waard als een getrouwe man in de regering zit, en dat hij alle verordeningen in het land onderhoudt. En als hij het register bijhoudt wie er getrouw zijn, waarachtig en een eerlijke getuige, dan zijn alle verordeningen en statuten veilig. De verordeningen die u en ik hebben voor de hemel zijn allemaal in Christus' handen, en u zou ze voortdurend door moeten lezen. Hij oordeelt en voert krijg in gerechtigheid, Openbaring 19, vers 11c. Hij geeft aan ieder mens naar zijn werken, maar in oorlogen onder de mensen wordt veel bloed verspeeld. Onwaarheid en geweld wordt gebruikt, terwijl zij die het sterkste zijn, of het terecht is of niet, het veld behouden. Nee, inderdaad, wordt een koninkrijk niet vaak verwoest door tegenovergestelde partijen die het in stukken verscheuren onder elkaar, zoals bij Nebukadnezar de Meden en de Perzen deden. Zij nemen het tot zich en hetgeen ze krijgen is een dun web van linnen, een stukje van een koninkrijk met een slecht geweten, wat ze nooit enig goed doet. Ze zijn, zoals zoveel mannen, die strijden over een ademvat. Hij trekt en hij trekt, en de een trekt de zijkant van het vat af en breekt het in stukken. Zo ook veroveraars, als ze een koninkrijk hebben onderworpen, zijn zoals degene die het aardevat krijgen, die zelden blijft bestaan voor het tweede erfgenaam. Christus voert geen oorlog door het vergieten van onschuldig bloed. Wanneer hij een stad inneemt, speelt hij geen vals spel, zoals andere kapiteins doen, waar vaak het recht van de soldaat op een land wordt bepaald door de punt van het zwaard. Want er is geen verschil tussen zijn zwaard, zijn geweten en zijn musket. Maar zo is het niet bij Christus. Hoe dan? Ten eerste, wanneer Christus een land of stad inneemt, heeft hij Gods recht ertoe. En zijn vaders belofte ervan, Psalm 2 vers 8 en Psalm 72 vers 8. En hij zal heersen van de zee tot aan de zee en van de rivier tot aan de einde der aarde. Ten tweede, wanneer belegerde mannen opgeven en zich overgeven aan Christus, dan krijgen ze een goed onderkomen van hem. Ze leven en worden geen gevangenen gemaakt, maar koningen en priesters voor God. Christus' gevangenen hebben een koninklijk leven ervan. Christus voert geen oorlog in een drift, maar uiteindelijk liefelijk voor zijn mensen. Hoewel het in eerste instantie bitter lijkt. Maar wanneer Christus' vijanden, die het ergste krijgen, allemaal tot stukken zijn geslagen met een ijzeren staf, hebben ze geen troost. Toch heeft hij ze geen onrecht gedaan. Hij heeft zijn oorlog in rechtmatigheid gevoerd. Dan zult u, die zijn vijanden zijn, nooit genezen of geheeld worden, nog medelijden van hem krijgen. Nee, laat Christus een vijand tot splinters verdrijven. Hij doet het door de wetten die God hem oplegt. Wie zal ze dan vergaderen of herstellen? Er is geen balsem, geen genezing voor het herstel van Christus' wonden opnieuw. Maar er is een zoetheid en troost voor degenen die Christus inneemt en aanzet om hen te winnen tot de gehoorzaamheid van het evangelie. Hij heeft het goede recht op u en heeft Gods bevelschrift om u te hebben. Heeft Christus een strijd gevoerd met de duivel en de zonde en heeft hij u gewonnen?
dan heeft hij meer recht op u dan u heeft op de jas aan uw rug. Wees blij dat u de zijne bent. Hij gewon u met het zweet van zijn voorhoofd. Het is waar, u verdient Christus niet, maar hij verdient u wel. Wees daarom blij en nederig, want Christus zal de zijne niet doen ontbreken. Wie kan Christus beroven, aantasten en onderdrukken? Ik weet goed dat hij in staat is om samen te blijven met de beste van hen. Vrees dan niet dat u verloren bent, want Christus' recht kan niet worden verbroken. God moet hem wet en gerechtigheid geven, en door de wet bent u de zijne. Want openmarktrecht is een goed recht, en Christus heeft dat van u. Vers 12. En zijn ogen waren als een vlamvuurs. Vuur vliegt uit zijn ogen, om zijn vijanden op de vlucht te doen slaan en zich te verbergen. En de koningen der aarde, en de groten en de rijken, en de oversten over duizend, en de machtigen en alle dienstknechten, en alle vrijen, verborgen zichzelf in spelonken, en in de steenrotsen der bergen, en zeiden tot de bergen en tot de steenrotsen, valt op ons, en verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit, en van de toorn des lams. Openbaring 6, vers 15 en 16. Wat is de reden waarom ze zo bang zijn, toen Christus nog geen vinger op hen had gelegd? Wat dan? Zagen ze in zijn vurige ogen? Ze zagen vuur in zijn gezicht. Verbergt ons van het aangezicht desgenen die op de troon zit, en van de toorn des lams. Rook ging op van zijn neus, en een vuur uit zijn mond, verteerde. Kolen werden daarvan aangestoken. Psalm 18, vers 8. Als er zulk een vuur en boosheid is in zijn gezicht, hoe gauw, met de frons van zijn aangezicht, zal hij de harten van zijn vijanden doen smelten als was. En dit vuur van zijn ogen zal spoedig het kaf en de stoppels verbranden. Een blik van zijn vurige oog zorgde ervoor dat Belshazzar's knieën beefden en tegen elkaar sloegen. Wat voor wijsheid is het dan voor mensen om te spelen met Christus en te trekken aan zijn kroon en te spelen met zijn scepter? Ik zie hen zekerlijk als een kind wat een stok steekt in de neus van een slapende leeuw en aan zijn baard trekt, wat geen verstandig spel is. Is het een goed spel voor dwazen, zoals kinderen, om te spelen met de leeuw van de stam van Juda? Ik denk dat ze nu Christus bespotten en een grap met hem uithalen, maar één uithaal van zijn klauw, één brul van Christus als hij boos is, zal ervoor zorgen dat ze allemaal achteruit deinzen. Vuur zal voor hem uitgaan en zal al zijn vijanden verslinden en verbranden. En op zijn hoofd waren vele koninklijke hoeden. Openbaring 19, vers 12b. Voordat ik verder ga, vertel ik u, o gelovigen, u hoeft niet met schaamte te denken aan uw meester. Saul ging naar de duivel in de nacht, maar hij die Christus verdient, mag niet met schaamte over zijn meester denken. Hij mag het een eer vinden om tot hem te gaan in het mooie daglicht. Hij is meer dan een dubbele koning, want zoals hij in essentie God is, met de Vader en de Heilige Geest, is hij een eerbare Heer. Alle koninkrijken van de aarde zijn van hem. Alle kronen in de wereld, van Engeland, Frankrijk, Spanje, Israël en Juda, en tel zo maar door tot aan de morgen. Zij zijn allen van Christus, als God de Schepper. Door mij regeren de koningen en de vorsten stellen gerechtigheid. Spreuken 8, vers 15. Alle koningen van de aarde hebben hun bestaan uit Christus. Hij is door de Vader aangesteld. Ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg mijner heiligheid. Psalm 2, vers 6. Ja, alle koningen zullen zich voor hem nederbuigen. Alle heidenen zullen hem dienen. Psalm 72, vers 11. Door zijn opstanding uit de doden heeft hij een naam verworven ver boven alle namen, zodat voor de naam van Jezus alle knie zich zal buigen. De Heere is aan uw rechterhand. Hij zal koningen verslaan ten dagen zijn stoons. Psalm 110, vers 5. Dan zullen koninkrijken en koningen die staan op hun beleid en niet op Christus en zijn woord, staan als op verrotte houten poten. Nu beramen mannen van de politiek een weg en werpen ze hun verstand in een weegschaal om te zien hoe de zaak te veranderen. Hadden ze in Daniëls plaats gestaan, dan hadden ze een weg beraamd om zijn hoofdplaats te behouden en zouden hebben gezegd, kunt u niet wat zachter praten en weinig geluid maken met uw gebeden? Om uzelf te redden uit de leeuwenkuil kunt u niet uw deuren en ramen gesloten houden? Waarom moet u als dwazen de hele velden vervullen met het geluid van uw gebeden? En zodoende de zwarte jas hebben genaaid met een witte draad. Maar als hij dat had gedaan, had Daniël Christus ontkend
om vele koninklijke hoeden op zijn hoofd te hebben. En zou de politiek niet hebben gezegd tegen de drie kinderen: buig, buig uw knie voor het gouden beeld en denk aan de God van Abraham, Isaac en Jacob, zodat u zich uit een kwaad uur zal redden van de schade van de vurige oven. Nee, maar zulke raad als deze zou uit de hel zijn gekomen. Men is het zekerste wanneer ze aan Christus zijde blijft en zijn altijd het sterkste wanneer ze bij hem staan. En hij had een naam geschreven die niemand wist dan hij zelf. Openbaring 19, vers 12c. Oh, wat een naamloze koning is dit. Wat? Is Christus niet gedoopt dat hem een naam ontbreekt? Is er niemand die zijn naam weet? Hoe is zijn naam en hoe is de naam zijn zoons, zo gij het weet? Spreuken 30, vers 4. Hij is uit de angst en uit het gericht weggenomen. En wie zal zijn leeftijd uitspreken? Jesaja 53, vers 8a. Hier is een vreemde zaak. De engel zegt: gij zult zijn naam heten Jezus. Nee, maar zijn naam is hij zelf en zijn natuur. En zo is hij een oneindige God. Niemand kent de oneindige Christus dan hij zelf. Jazeker is Christus een ongekend persoon. Ook al neemt en ieder Christus Jezus in de mond, toch weten ze niet wat ze zeggen. Er zijn drie geheimen in Christus die we niet volkomen kunnen weten of begrijpen in dit leven. Ten eerste, de oneindige wijsheid, barmhartigheid, goedheid, liefde en genade in Christus, waarvan de engelen zich verheugen om in te zien en zich te verwonderen. Kom hier naar bij Christus en u zult nooit de bodem van hem zien. U heeft barmhartigheid gezien, een hoop barmhartigheid, en er ligt nog veel meer achter. De een heeft veel van hem gezien, de ander meer. De engelen die scherp zicht hebben, hebben nog meer gezien. Nee, maar daar ligt oneindig meer achter. U zult net zo gauw de zee vasthouden in de palm van uw hand en de wind vastbinden in uw jas als u hem zult doorgronden. U moet hier even stilstaan en zich verwonderen en uitroepen: O grote Jezus, wie zal of kan u uitvinden? Ten tweede, het werk van Christus' incarnatie. O, wat een diepte is erin! God en stof samengetrouwd. Hoe bloed kan blijven in een persoonlijke eenheid met God. Hoe de eindige mensheid samen kan bestaan met zijn oneindige persoonlijkheid. En hoe de Godheid in de tweede persoon, en niet in de eerste of derde, onze natuur aannam, en toch maar een Godheid in alle drie. Hoe de Godheid stond onder de mensheid die werd geslagen, en de Godheid als een vriend hem staande hield, en toch de Godheid niet leed. Hoe de mens Jezus stierf, en Jezus God leefde, en in de dood beide God en mens bleef. En het derde mysterie is welke naam Jezus heeft gekregen door zijn opstanding uit de doden, en hoe de mensheid is vooruitgegaan. Christus weet dit alles volkomen. Hij kan zijn eigen naam lezen. U wilt spreken over het leren om de aarde op te meten, de sterren te tellen en hun beweging te leren kennen. Dat is diepe kennis. Maar God beware u om hier te komen en deze onbekende naam te zien, Jezus, en hem uit te vinden als u kan. Ik geloof dat u het niet kan. Nu vraag, waar wilt u Christus zetten? Waar zult u een zetel, een troon, een stoel vinden voor hem? Hij kan niet hoog genoeg gezet worden. Nee, al waren er 10.000 maal 10.000 hemelen, en elke gezet boven de ander, en Christus werd gezet in de hoogte van die alle, toch zou hij te laag zijn. Ach, er wordt te weinig aan hem gedacht. Hij is zoals het veld waar de parel in is, waar mensen overheen gaan en over het gras lopen dat erover groeit, en nog kennen ze het niet. Men stampt op deze parel, en nog weten ze niet wat ze doen. Ga, ga, aardse man die u bent, zult u een koe of een schaap uw genegenheid geven boven uw zaligheid? Het is voor altijd tot hun schaamte dat mensen hun begeerte stellen boven hem. En o, het is tot uw schaamte dat u uw nieuw overgekomen Heer, eigenwillige wil, boven de oude eeuwige Heer zet, de oude vandaag, Jezus Christus. O, hoe wordt Christus uit zijn plaats gezet? O, laat ons verlangen naar de heerlijkheid, die plek waar we zijn naam duidelijk zullen lezen en Christus zullen zien van aangezicht tot aangezicht. O, vreemd, we verlangen er niet naar om in de hemel te zijn, om deze bevallige en heerlijk inderdaad te zien, als ik zo mag spreken, als liefste.
en om te spelen met Gods kinderen in de hemel. We zullen dan komen en in de ark kijken, want het gordijn zal opzij geschoven worden en we zullen onze verzadiging van Christus daar zien. En hij was bekleed met een kleed dat met bloed gewerfd was. Openbaring 19, vers 13a. Dat is een vreemd gewaad. Ik laat alle verklaringen en neem het aan als zijnde Christus in zijn lijdenskleding, die zijn kerk het hof maakt. Zo voorgesteld aan Johannes in zijn liefdeskledij. Hij wordt ook zo voorgesteld in Jesaja 63, vers 2. Waarom zijt gij rood aan uw gewaad en uw klederen als van een die in de wijnpers treedt? Christus, in zijn lijden voor ons, was tot op zijn huid nat met zijn eigen bloed. Toen hij onze vijanden slachtte, was hij helemaal bloederig om aan te zien. Zelfs een meer van bloed, druipend bloed. O, kom dan en zie of hij niet een rood mens is. Had er maar hier en daar een druppeltje bloed op hem geweest, dan was het minder geweest. Maar hij was compleet gekleurd met zijn eigen bloed, want het bloed droop van hem en hij maakte de grond nat waar hij lag. En in zware strijd zijnde, bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Lucas 22, vers 44. Zo denk ik dat in het tijdsbestek van bijna 24 uur het bloed niet ophield om te drogen aan Christus, in zijn lijden voor ons. Want na de maaltijd in de hof zweette hij zoveel bloed dat het de grond nat maakte waar hij op lag. En het zou lang duren voordat het opdroogde. Onmiddellijk daarna kwam er een bende mannen met lantaarns en fakkels en ze bonden hem en leidden hem weg. En hij kreeg opnieuw blauwe plekken. Pilatus dan geeselde hem en bloed kwam op het bloed. Daarna werd er een doornenkroon op zijn hoofd gezet om zijn bloed weer te vernieuwen. Eerst liet God hem bloeden, toen liet de mens hem bloeden en toen zou het leggen van het kruis op zijn heilige schouders opnieuw meer bloed uitstuwen. Want zijn wonden konden nog niet dicht zijn. En zijn heilige handen en voeten werden genageld aan het kruis. En hij hing daar te bloeden tot het 9e uur, wat ongeveer 3 uur in de middag was, in de dag nadat hij gegrepen werd. Toen werd zijn zijde doorboord, tot er bloed en water uitkwam. Dus, na het avondmaal de ene avond, tot bijna nacht de volgende dag, zat hij onder het bloed. Wat denkt u nu van Christus' bloedige jas en bloedige huid? Was hij niet een sterke, kundige strijder? Vocht hij niet goed voor u? Is hij uw liefde niet zeer waardig? God schenke hem goed ervan en vreugde ervan. Hij vocht ervoor en wilde het stuk niet opgeven. En God verhoede, als hij het over had gegeven en de zaak had opgegeven, dan waren we verloren geweest. Zou u dan niet uw beste dingen aan Christus geven? Want hij gaf het beste wat hij had voor u. Zelfs zijn kostbare bloed. Want het leven is in het bloed. Hij zoekt niet meer dan het bloed en leven van de afgoden van je hart en zonde. Want, zegt hij, ik slachtte mijzelf voor u. En als u mij lief heeft, dan geef dan bloed voor bloed. En zijn naam wordt genoemd het woord Gods. Openbaring 19, vers 13b. Het woord is de geboorte van het menselijke brein. En een beeld van wat voorgesteld wordt in het verstand. En het geeft weer aan de hoorders wat er in het brein is. Nu, omdat de mens een eindig schepsel is, is de geboorte van zijn verstand ook eindig. Zoals het beeld van een mens in een glas de gelijkenis van hemzelf weergeeft, zo zijn zijn woorden het beeld van zijn ziel, wat weergeeft wat in hem is. Christus is het oneindige en eeuwige woord van de onzichtbare God. Niet alleen zoals hem, maar God zelf. Enkel verschillend van God in de wijze van zijn bestaan naast God, dewelke het beeld is des onzienlijke Gods, de eerstgeborene aller creaturen, Colossense 1, vers 15, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft goden even gelijk te zijn, Filippenzen 2, vers 6. Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren Zoon, die in de schoot des Vaders is, die heeft hem ons verklaard. Want al wat ik van mijn Vader gehoord heb, dat heb ik u bekendgemaakt. Johannes 14, vers 9, 1, vers 18 en 15, vers 15. Christus is Gods tong, bij wijze van spreken, voor ons, tussen ons en onze koning. Hij heeft het voorrecht tot al de Vaders geheimen. Dus als u nieuws zou willen van het grote gerechtshof en de geheimen van God wilt weten en hoe het werk van uw zaligheid bloeit,
Christus alleen weet zijn vaders gedachten. Maak uw kennis met Christus en wees vaak met hem. En stel hem vaak vragen. Hij heeft het boek waar de namen van de eerstgeborenen staan opgeschreven. Verlang van hem om uw naam daar te laten lezen. U zult advies vragen aan advocaten als het gaat om uw land en erfenis. Christus is onze advocaat en heeft ons wetboek om ons te vertellen wat voor landgoed we hebben, welke plichten we hebben aan onze Heere de Koning, wat voor fraaie bezittingen we hebben. Onze erfenis wordt ons verzekerd. Nu, omdat Christus de enige in de hele wereld is zoals God en als zijn wezenlijke beeld, ja, het goddelijk wezen zelf, als u uw aanbevelingen zou willen opsturen, uw liefde en diensten aan uw hemelse Vader, verlang dan dat Christus het doet en hij zal ze brengen. Als u een kus tot God zendt door Christus, zal hij hem naar zijn Vader en uw Vader dragen. En de heerlegers in de hemel volgen hem op witte paarden. Openbaring 19, vers 14a. Dit moet niet eenvoudig weg worden verstaan als de overwinnende kerk in de hemel, maar ook als het hemelse leger van de strijdende kerk op aarde. Want de kerk op aarde zijn de burgers van een ander land. De hemel is haar huis. Haar leden hier beneden zijn slechts handelaren die zoeken naar de paren van grote waarde. Maar Christus heeft hen een hemels burgerrecht gegeven en hen vrije mensen gemaakt. Zij zweren om trouw te zijn aan hun land en om samen te staan met het hemelse gezelschap, om te wachten en waken met de heiligen of hemelse legers, zo genoemd omdat ze ruiken naar de hemel en hun deel daar is. Maar onze wandel is in de hemelen, Filippenzen 3 vers 20. U zult een mens kennen aan de geur van zijn adem. Als hij ruikt naar de aarde, dan staat er dat hij geen deel is van het geestelijke of hemelse leger. U kunt aan Judas ademlucht, die van de kostbare nardus zei of het niet verkocht had kunnen worden, voor zoveel, herkennen dat hij een burger was van de zwarte duisternis. Maar kijk hier, ze zijn allemaal te paard en in de kleding van hun meester Christus, wit en heilig. Zij dragen de wapens van de koning op hen. Mijn vriendin, ik vergelijk u bij de paarden aan de wagens van Farao, Hooglied 1, vers 9. Zie dan dat de heiligen op het paard zitten met Christus. Hij rijdt niet alleen en laat zijn mensen lopen, maar wil de zijne gezeten op paarden hebben met hemzelf. Hij is ook dan overwinnend met ons over al onze vijanden. Maar in dit alles zijn we meer dan overwinnaars door hem die ons liefgehad heeft, Romeinen 8, vers 37. Hij zal de overwinning behalen over al de vijanden van hemzelf en van zijn mensen. En hij zal zijn mensen in staat stellen om de overwinning ten einde toe te behalen. Deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed des lams. Openbaring 7, vers 14. Zie dan, alle heiligen zittend op paarden, galopperend en haastend naar de hemel achter Christus aan. Alle verzoekingen overwinnend, zegevierend over de wereld, zonde en de dood. Luister dan, u die slechts Christus voetveeg bent, u wiens zielen het stof van de aarde likken en de geur van klei hebben, die de aardse dingen bedenken. Door de geur van hun adem zult u weten welk land ze toebehoren. Het zit op hun voeten, ze waren tot hun knieën, en op ellebogen in de vuile kleigrond van begeerigheid. Rijd op en neer, en rijd waar u ook wilt. U zult Christus niet kunnen inhalen. Ja, er zullen sommigen onder u zijn, als de rijke jongeling in het evangelie, wie achter Christus aan wilde galopperen, maar toen Christus hem opdroeg om te gaan en alles te verkopen wat hij had, wierp dat hem uit het zadel, legde hem plat op zijn rug, en zo viel hij achterwaarts, en zover we weten heeft hij Christus nooit opnieuw ingehaald. De duivel en de wereld laten sommige mensen zeggen dat uw kapitein, Christus, zo hard en snel rijdt dat ze niet bij hem kunnen blijven met hem, en dus hem verliezen. Demas reed een tijd samen met Paulus achter Christus aan en het evangelie, maar uiteindelijk struikelde zijn paard en viel hij eraf en verloor zijn paard en gezelschap en alles tezamen. Judas reed een tijd, maar de duivel vuurde een musketkogel op hem af, zelfs 30 zilverlingen, en zo gaf het hem op. En daar lag hij. Mensen begrijpen niet dat de duivel en de wereld tussen hen en de hemel in liggen. En schoten afvuren op Christus' ruiters.
Ik verzeker u dat de duivel niets anders zoekt dan dat u lichtzinnig handelt en het aas neemt, een drankje van zijn sterke wijn, wereldse lusten en vleeselijk genot, dat zo uw meester op het witte paard ver voor u zal blijven. Eén klein beetje wettig vermaak is het beste. Wees dan niet lichtzinnig, want de duivel wil hebben dat u het zicht verliest op uw kapitein. En als u uw meester Christus verliest en op hem achterraakt, zal het uw hart vallen. Daarom, wanneer u hem verliest, zoek dan en wees ijverig om hem weer te vinden. Zoek de juiste weg. Volg de hoefafdrukken van het paard. De afdruk van Christus' voetstappen in heiligheid, geloof, geduld en hoop, die de hele weg gezien kunnen worden tussen hier en de hemel. Vraag naar hem zoals de kerk dat doet. Hebt gij dien gezien die mijn ziel lief heeft? Hooglied 3, vers 3. Toen de kerk zei, trek mij, liep ze 3 of 4 mijlen achter. Toen David zei, gij heren, hoe lange? Psalm 6, vers 3. Was hij bijna het zicht kwijt op zijn kapitein. Nee, wanneer Christus 1 mijl of 2 voor ons is, zodat er een kleine heuvel is tussen hem en ons, kijk dan met waterige ogen en een hijgend hart over de berg en roep, Heer Jezus, wilt u zacht rijden? Wacht en neem een arme, vermoeide reiziger met u mee. Job zei, Heere, u behandelt mij als een vijand. Hij brak een zadelsnoer daar. Christus heeft vele vermoeide paarden om op te trekken uit de modder. In deze overwinnende menigte zullen veel van Christus' soldaten bijna van hun paarden afvallen en hangen aan de buikriemen. Ik zeide in mijn haasten, alle mensen zijn leugenaars. Psalm 116, vers 11. Hier was David op het zadel, hangend aan de buikriemen. Petrus viel van zijn paard af en hij viel flauw en verloor zijn paard toen hij zijn meester verloochende. Ja, God zal het paard soms laten struikelen en zal zijn knechten plat op hun rug leggen en al hun kleding gehavend en een been of een arm gebroken, omdat ze, als jonge ruiters, vol van eigen belang en hun kapitein niet willen volgen en niets geven om een goede behandeling van de teugels. Zoals David wil rijden op een overhangende en steile heuvel van moord en overspel, Lot op incest en dronkenschap, en voor ze het gewaar zijn, laat de duivel hun voeten tot op de aarde struikelen en geeft hen zo'n val dat ze ermee op hun knieën komen en hun paard zullen verliezen. En zo genoodzaakt zijn om de heuvel op te kruipen, op handen en voeten. Ziet dan hoe gij voorzichtiglijk wandelt, niet als onwijzen, maar als wijzen. Den tijd uitkopende, terwijl de dagen boos zijn. Efeze 5, vers 15 en 16. Werkt uw zelfs zaligheid met vrezen en beven. Filippenzen 2, vers 12b. Ik denk dat hij door deze tekst spreekt, alsof hij wilde zeggen, wees niet overhaast. Sla acht op uw wegen, behandel uw teugels goed. Blijf van de bergen en de overhangende afgrond van ijs af, want als u de duivel en uw begeerte de teugels van uw paard geeft om hem te leiden, zullen ze u zinken tot de bodem van een zwart moeras, vlak bij de mond van de hel, en u daar laten en u uitlachen als ze klaar zijn. De duivel is altijd zulke spellen en misleidingen aan het spelen zoals deze. Het zijn maar waardeloze spellen. En ik zeg u, doe uw best en u zult een gebroken voorhoofd krijgen voordat u zo de hemel zult behalen. Maar kom huilend tot Jezus. Ik weet dat de heiligen op Christus' vloer zullen vallen wanneer ze hun gezichten breken. Hij is bij hun elleboog, om te blazen op de wond en hem weer op te tillen. Wij, als dwazen, scheuren op volle kracht en doorkruisen grote zandvlaktes. En we worden te vrolijk en trots op onze overwinning. Ik zei, ik zal nooit wankelen, zei David. Ik zal in mijn nest de geest geven, zegt Job. Maar God breekt de teugels en het paard verliest zijn voeten. Of rent onder hem vandaan, op een verharde weg. En daar ligt hij dan, de sterke man. Wees niet hoogmoedig. Wees niet te lichtzinnig, noch te zelfverzekerd. Nadat u een loop hebt gewonnen aan het avondmaal en Christus vast hebt gegrepen. U weet niet hoe snel u kunt vallen of uw handschoenen kwijtraken, zoals we gewoonlijk zeggen. En dan zal uw opschepperij neergelegd worden. U zult zeggen, roep ons toch op om ons te verblijden in de Heere. Ik roep u op om te verblijden, maar zie toe dat het een nederig verblijden is, nuchtere blijdschap met vrezen en heilige zorgvuldigheid. Gekleed met wit en rein fijn lijnwaad, Openbaring 19, vers 14b.
Witheid is de meest perfecte kleur. Het is een blijk van onschuld en zwartheid is een teken van schuld. Hier zijn de heiligen in de kleding van hun meester, rein en heilig. Wees gij heilig, want ik ben heilig. Wees gij onschuldig, zoals hij onschuldig is, die, als hij gescholden werd, niet wederschold. Laat de witte kleding van uw belijdenis ook opgesierd worden door de onschuld van uw levens. Laat uw goede werken schijnen voor de mensen, zodat uw hemelse Vader verheerlijkt zal worden. Geef zo uw blijk van dankbaarheid na het avondmaal. Christus' schapen hebben zijn teken op hen en zijn zoals hemzelf in heiligheid. Laat hen Christus' zegel en wapenschild op u zien, uw koningswapens in al uw daden, geloof en waarheid. Wat is het dat ervoor zorgt dat men belijdt achter Christus aan te rijden naar de hemel dan om de wereld te bedriegen? Zij zijn de zwarte legers van de duivel, leugen en ijdelheid. Zij kiezen ervoor om te leven in zonde, trots en ijdelheid van de kleding, die er niet uitziet als de witte kleding van de heiligen, maar meer als de zwarte kleding van de prins van de put des afgronds. Mag de Heere uw harten richten tot de liefde van God en tot een geduldig wachten op Christus, en tot hem zij de lof. Amen.